Welkom bij de UAD-lezing van het Speerpunt Kanker van het UMC Utrecht. Deze live gestreamde lezingen worden gegeven door recent benoemde universitair hoofddocenten, ook wel bekend als associate professors, die benoemd zijn binnen het UMC Utrecht en het Speerpunt Kanker. En ze zijn bedoeld voor een breed publiek, voor collega's, familie en vrienden en andere belangstellenden. Mijn naam is Suzanne Lens, ik ben lid van het dagelijks bestuur van het Speerpunt Kanker en aan mij de eer om vandaag dokter Joost Verhoef te introduceren. Dokter Verhoef studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en is opgeleid tot radiotherapeut-oncoloog in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, wat nu tegenwoordig Amsterdam UMC heet. Hij rondde deze opleiding af in 2014, waarna hij 2 jaar als radiotherapeut in het Medisch Spectrum Twente werkte, alvorens te starten als staflid hier aan het UMC Utrecht in 2016. Al sinds zijn studie geneeskunde verricht dokter Verhoef onderzoek naar hersentumoren en hij promoveerde hierop in 2009. Daarna heeft hij zijn onderzoek voortgezet in het UMC Utrecht en verricht hij ook patiëntenzorg. Momenteel krijgt hij voor zijn onderzoek een funding, financiering van het ZonMW Koningin Wilhelmina Fonds, om landelijke studies naar de behandeling van hersentumoren uit te voeren. En, verrassend genoeg voor mij althans, haalde hij vorig jaar een Europese financiering binnen voor toepassingen van radiotherapie voor het behandelen van hartritmestoornissen. En wellicht wordt daar ook nog wat meer over verteld vandaag. Naast patiëntenzorg en het onderzoek is dokter Verhoef lid van de medisch-ethische toetsingscommissie van het UMCU, actief lid van de Europese kankeronderzoeksorganisatie EORTC in Brussel en bestuurslid van het platform Radiotherapie in de Neuro-oncologie. Bovendien leidt hij radiotherapie keuzeonderwijs voor geneeskundestudenten. Sinds oktober 2019 al is dokter Verhoef aangesteld als UAD. En nu is het tijd voor de lezing van dokter Verhoef, waar we naar uitkijken over alle ontwikkelingen rondom radiotherapie bij hersentumoren en wellicht bij hartritmestoornissen. The floor is yours, dokter Verhoef. Ja, dankjewel en ontzettend leuk dat je kijkt. En like deze video even hieronder, zeggen ze dan altijd op YouTube. Nou, allereerst wil ik natuurlijk de patiënten bedanken dat ze hun leven toevertrouwen aan onze afdeling en dat we van ze kunnen leren. En ik ga het hebben vandaag over de MRI-gestuurde radiotherapie. En met als ondertitel Harder, Better, Faster, Stronger. En ik begin met de geschiedenis van de radiotherapie. Daarna zal ik de moderne radiotherapie vertellen en dan het onderzoek over hersentumoren, longkanker en hartritmestoornissen. We gaan helemaal terug naar 126 jaar geleden, naar Wilhelm Röntgen. En hij wilde eigenlijk heel graag dat de mens zou zijn als een kwal en dat hij de zetel van zijn lijden kon zien. En hij heeft een tijd in Utrecht ook gewoond. Hij deed daar een technische studie waar hij voor zakte. Nou, teleurgesteld ging hij naar Duitsland. In 1888 vroeg de universiteit of hij Buys Ballot wilde opvolgen, maar dat deed hij niet. En hij heeft op verschillende plekken in Duitsland als professor gewerkt. En 126 jaar geleden ontdekte hij de X-stralen. En dat deed hij bijna op deze dag, 126 jaar geleden, op een vrijdagmiddag. En zijn onzichtbare kathodestralen die vielen op een bariumscherm dat er toevallig stond. Het was een beetje een rommelig lab waarschijnlijk. En zoals een echte onderzoeker betaamt, werkte hij het hele weekend door om zijn vindingen op te schrijven. Hij deed geen patentaanvraag, en dat is natuurlijk supergoed. En hij kreeg de Nobelprijs voor de natuurkunde in 1901. Verderop, in Frankrijk, werkte Henri Becquerel met uraniumzout. Hij had ook een wat rommelig lab en bij hem viel door toeval die radium op een fotografische plaat. En de uraniumstralen werden ontdekt. Nou, na een jaar had hij er eigenlijk wel genoeg van het onderzoek. En Marie Sklodowska-Curie en Pierre Curie namen zijn onderzoek over. En hebben dat enorm groot gemaakt. Ze ontdekten polonium en radium. En Marie kreeg zowel de Nobelprijs voor de natuurkunde als voor de scheikunde. En er zijn maar 2 mensen in de wereld die op 2 verschillende vakgebieden een Nobelprijs hebben gekregen. Nou, hier zie je een foto met een echt powerhouse aan kennis. Met Lorentz, Warburg, Curie, Planck, Rutherford, Kamerling-Onnes, Einstein en nog vele anderen. En als je goed kijkt, dan zie je dat de mensen zonder snor echt duidelijk in de minderheid waren in die tijd.
Nou, de eerste behandelingen met röntgenstralen begonnen al heel snel. Dus tegenwoordig doe je er wel 20 jaar over om iets van een uitvinding naar de kliniek te krijgen. Maar dokter Freund in Wenen behandelde datzelfde jaar al een meisje met harige moedervlekken die nergens op reageerde. En de eerste kankerbehandeling werd in Chicago in datzelfde jaar bij terugkerende borstkanker gegeven. En radiotherapie werd overal op geprobeerd. Ongewilde beharing, eczeem, acne, lupus, kwaadaardige huidaandoeningen. En er werd onderzoek gedaan bij epilepsie, tuberculose, leukemie. En er waren ook commerciële partijen die radiumtherapie in een soort plaks aanboden. En zoals je ziet, wat je ook maar kon bedenken, overal zou het voor kunnen werken. Nou, in Nederland hebben we dat al vrij snel georganiseerd in de Nederlandse Vereniging voor Elektrologie en Röntgenologie. En die ging in 1959 over in de Nederlandse Vereniging voor Radiologie. En de radiotherapeuten, waar ik toe behoor, die splitsten af in 1978 tot de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie. Welke vormen van straling zijn er nu? Nou, de eerste is de alfastraling. Dat zit ook in je rookmelder, dus als je rookt, dan komen de rookdeeltjes tussen de zender en de ontvanger en dan gaat je rookmelder af. Dus die alfastralen zijn heel makkelijk te stoppen. De beta-straling, dat zijn elektronen. Nou, daar moet je al iets meer moeite voor doen, bijvoorbeeld een stukje aluminiumfolie. En de fotonen, dat is het werkpaard van de radiotherapie. Die kan je alleen stoppen met een dikke plak lood of met een hele grote betonnen muur. En als laatste hebben we nog de protonen. En dat is een deeltje in de kern. Nou, werkt nou die radiotherapie? Hier aan de linkerkant zie je darmkankercellen. De onbestraalde cellen, die zie je mooi delen van 1 naar 2, naar 4, naar 8. En aan de rechterkant zie je cellen die bestraald zijn. En deze cel die doet heel goed zijn best om te delen, maar je ziet dat het hem niet lukt. Hij lijkt wel een beetje in drieën te willen delen. En uiteindelijk krijgt hij een mitotische catastrofe en spat hij uiteen. Dus bestraling werkt. Het probleem is alleen natuurlijk dat er een lichaam omheen zit. En binnen de radiotherapie staat veiligheid voorop. Dus we worden extreem goed gemonitord, houden alles in de gaten en maken vooruit berekeningen. En we leren van de fouten uit het verleden. Hier zie je bijvoorbeeld een hand van een radiotherapeut van tientallen decennia geleden, die per ongeluk veel te lang een radioactieve bron heeft vastgehouden. En je ziet dat na 6 maanden er niets meer over is van zijn hand. Dus het is niet zonder risico, die radiotherapie. Nou, dokter Holthuizen heeft in 1928 ontdekt hoe dat nou werkt, met het effect op tumorcellen en op gezonde cellen. En je ziet hier op deze as het effect op de tumorcellen. En op deze as zie je de eenheid van radiotherapie, gray. En als je 100 gray geeft, dan zie je dat je die tumor helemaal kapot kan maken. Dus als je de tumor weg wil hebben, dan geef je 100 gray. Maar de kans op bijwerkingen, die wordt ook steeds groter. En zoals je ziet, vanaf 50 gray loopt die kans op bijwerkingen heel steil op. Dus als je geen bijwerkingen wil hebben, dan geef je minder dan 50 gray. Maar ja, dan heb je ook maar weinig effect op je tumorcellen. En als je die curves van elkaar aftrekt, dan hou je deze groene curve over. En dat is het gebied waarin de radiotherapeuten werken. Dus hierin maken we afwegingen van hoe goed willen we de tumor onder controle krijgen en hoeveel bijwerkingen zijn er in dit gebied van het lichaam. En dat is allemaal zo rond de 60 gray. Nou, we geven niet alles in één keer, maar we splitsen het op in een dagelijkse dosis. En hier zie je een plaatje van een borst, waarbij een duidelijke huidreactie is opgetreden. Dus we maken hier de balans tussen de bijwerkingen en de controle van de tumor. En we maken gebruik van het verschil tussen normaal weefsel en tumorweefsel in de kans dat het kapot gaat. En dat kleine verschilletje, als je dat maar elke dag weer doet, dan zie je dat de curves uit elkaar gaan lopen en dat het gezonde weefsel de bestraling goed overleeft en de tumor uiteindelijk ten gronde gaat. Nou, wat voor radiotherapie hebben we nou gehad door de jaren heen? Het begon dus allemaal met het radium van Marie Curie en de ortovoltbestraling, dus de elektrische bestralingen. En eigenlijk was het idee van de radiotherapie al af in 1925, zoals je ziet op dit plaatje. Je geeft van meerdere kanten een bestralingsbundel op de tumor en daarmee maak je de tumor kapot en kan je de gebieden eromheen goed sparen.
De techniek werd steeds beter, dus er kwam megavoltbestralingen met kobalt in 1951. De protonenbestraling werd gestart in 1954. De lineaire versneller werd ontwikkeld. Het Gamma Knife kwam in 1968, Cyber Knife in 1991 en de CT Linac in 1995 en sinds kort ook een MRI Linac. Nou, die orthovoltbestraling is eigenlijk een soort opgevoerde röntgenfoto. Hier zie je een schematische weergave van een tumor van de huid, want dat is een goede plek om orthovoltbestraling te geven. Zo'n oppervlakkige tumor, die kan je met één straal goed raken en je ziet dat die orthovoltstralen, die elektronen, niet zo diep doordringen en hun dosis echt aan de oppervlakte afgeven. Als je nou een dieper liggende tumor hebt, ja, dan bereik je die dus niet zo goed. En dan heb je een andere vorm van bestraling, dus die fotonen nodig. Nou, dat gebeurt op dit plaatje met kobalt, maar tegenwoordig gebruiken we daar de lineaire versneller voor. En zo'n dieper gelegen tumor, die bestraal je met fotonen. En dan zie je dat er een lagere dosis bij de huid is en een hoge dosis in het tumorgebied. En als je dan een tweede bundel toevoegt, waar ook dan een dosis in het gezonde weefsel komt, dan zie je dat je het omliggende gezonde weefsel beter kan sparen doordat je vanaf meerdere kanten straalt. Het Gamma Knife, dat zou je eigenlijk kunnen vergelijken met een ouderwetse typemachine. Dus alle hamertjes met de letters, die komen samen op één plek in het midden waar je je brief aan het typen bent. En dat zie je hier ook. Hier zie je de bol waar al die stralenbundeltjes vandaan komen. En die richten zich allemaal op het doelgebied in het midden van de Gamma Knife. En op deze manier kan je een tumor in het hoofd heel precies bestralen zonder dat je er ingewikkelde computers voor nodig hebt. Nou, tegenwoordig hebben we natuurlijk wel computers, dus kunnen we het op een andere manier veel sneller. De Cyber Knife is in 1991 van start gegaan en dat is eigenlijk een robotarm uit de auto-industrie waarop een bestralingsapparaat is gemonteerd. En op deze manier kan je heel goed de tumor van allerlei kanten bestralen en dus om gevaarlijke kritische weefsels heen schieten. En de CT-Linac, dat is het werkpaard in de radiotherapie, die draait als het ware om de patiënt heen, nadat hij eerst een soort CT-scan van de patiënt heeft gemaakt. En op die manier zie je goed waar de tumor zit en kan je snel je bestraling geven. Nou, hier is dat nog eens schematisch weergegeven. Dus we maken eerst een soort röntgenfoto waar we een CT-scan van maken die ook nog eens kan bewegen als het moet. En vervolgens laten we het bestralingsapparaat om de patiënt heen draaien. En op die manier smeren we de stralen uit over een heel groot gebied van het gezonde weefsel, maar focussen de hoge dosis in de tumor. En daardoor zie je veel minder bijwerkingen dan vroeger en zie je een hele goede tumorcontrole met die boogbestralingstechniek. Nou, als laatste de protonenbestraling. Nou, we zijn in Nederland gezegend met 3 protonencentra. Het is een hele dure vorm van behandelen, kost vele miljoenen. Maar Groningen, Delft en Maastricht hebben nu een protonencentrum. En je ziet dat je hier een enorm gebied voor nodig hebt, een soort sporthal, om die protonen op de juiste plek in de patiënt te krijgen. Nou, en het ingewikkelde van bestralen van tumoren in de patiënt is dat de patiënt ademt en dat er spijsvertering is en dat er van alles beweegt. En je doelgebied beweegt, ja, dan kan je dus ook precies mis gaan schieten. En er zijn verschillende manieren om daarvoor te compenseren. Dus je kan vragen of mensen hun adem vasthouden of je kan het bestralingsapparaat de tumor laten volgen. En dit is professor Jan Lagendijk. En dat is een vrij vasthoudende man. Sommigen noemen hem ook wel koppig en dat is in dit geval erg nuttig. Hij zei in 1999, waarom gaan we niet bestralen in een MRI-scanner? Nou, op dat moment geloofde niemand hem dat dat zou lukken. Want in een magnetisch veld, daar bewegen alle fotonen en elektronen op een andere manier. En dat is niet te voorspellen. Maar hij heeft het volgehouden
En inmiddels is er dus een MRI-Linac gebouwd hier in Utrecht en staat nu in alle grote kankercentra in de wereld. Nou, dan zie je dus hier de tafel waar de patiënt op ligt. Daaromheen zit de magneet van de MRI en op een grote ring daaromheen, daar draait het bestralingsapparaat. En op deze manier kan je tijdens het maken van de MRI-scan heel gericht bestralen en weet je dus zeker dat je aan het raakschieten bent. Nou, wat is nou het eerste wat we bestraald hebben hier in Utrecht? Dat was een ribcarbonade van de SPAR. Links zie je het carbolaatje liggen, in het midden zie je de MRI die gemaakt is tijdens het bestralen. En hiermee werd bewezen dat je in een magnetisch veld bestraling kan geven. Nou, dan ga ik nu verder met onderzoek. En eigenlijk is zo'n academisch ziekenhuis een soort koraalrif. Het bruist en het borrelt, er is heel veel leven, er zijn allerlei vissen die er worden aangetrokken. En dat moeten we echt koesteren met z'n allen. En jullie hebben allemaal in het nieuws natuurlijk wel gezien dat er van alles gebeurt in de ziekenhuizen. De CAO is afgesloten, waar niemand helemaal blij mee is. Maar er zijn ook allerlei bedreigingen voor het onderzoek in het ziekenhuis. En steeds meer processen worden gecentraliseerd. En daarmee verdwijnt de menselijke maat in het ziekenhuis. Dus ik hoop dat we de balans kunnen houden tussen geld bij de onderzoekers en centrale service. En dat is een hele grote uitdaging, want het zou zonde zijn als dit koraalrif langzaam verschraalt. Nou, ga ik verder met de onderzoeken die ik aan het doen ben. En mijn eerste tak van sport zijn de hersentumoren. En de meeste tumoren in het hoofd zijn uitzaaiingen vanuit andere organen. Dat zijn er ongeveer 10.000 per jaar in Nederland. De gliomen, dat zijn er ongeveer 1100 per jaar. Dat zijn de tumoren die zijn ontstaan uit de hersenen zelf. En als derde zijn het de meningiomen en dat zijn de tumoren die zijn ontstaan vanuit de vliezen die om de hersenen zitten. En dan zijn er nog verschillende andere tumoren in het hoofd. Dus de hypofysetumoren en de brughoektumoren en bij ongeveer 120 kinderen per jaar ontstaan hersentumoren. Nou, in het begin werd dat dus met radium behandeld, maar gelukkig doen we dat nu gewoon met de lineaire versneller, met de CT-Linac. En is daarbij alles nou even gevoelig? Is zo'n brein op elke plek even gevoelig? Nou, tot recent dachten we van wel, maar inmiddels hebben we ontdekt dat er gebieden zijn in de grijze stof die gevoeliger zijn dan andere gebieden. En we denken dat het heel belangrijk is om je bestraling dus om deze kwetsbare gebieden heen te gaan schieten. Nou, om dat te doen moet je dus een goede MRI kunnen maken en hele goede radiotherapie kunnen leveren. Nou, vroeger deden we dat met 2 of 3 bestralingsvelden en dan zie je dus dat die gele hoge dosis in een heel groot deel van de hersenen terechtkomt. Tegenwoordig doen we dat met die boogtherapie, waarbij je dus ziet dat een groter gedeelte geen gele maar een groene dosis krijgt, dus minder schade oplevert. Maar waarschijnlijk is het bestralen met protonentherapie nog beter en kan je nog een groter deel van de hersenen sparen. En dus die bijwerkingen, waarbij je dus je hersenen minder goed kan gebruiken op lange termijn, kan voorkomen. Nou, de onderzoeken die we hier in het UMC doen bij de mensen met hersenmetastase, met uitzaaiingen naar het hoofd, zijn in eerste de mensen die in het Coimbra-cohort zitten. En dat cohort dat vraagt aan mensen elke 3 maanden hoe het met ze gaat en kan ook verschillende studies aanbieden aan deze patiënten, zodat we leren van elke patiënt. Verder hebben we de logistiek om het bestralen heen verbeterd. Waar we vroeger 2 weken deden tussen intake en bestraling, doen we dat nu in 2 dagen. En wat we willen gaan doen met de MRI-Linac is direct na de operatie bestralen, zodat mensen eerder kunnen starten met de volgende behandeling. Want kwaliteit van leven staat centraal bij deze groep. Nou, uit deze cohortstudie zijn verschillende publicaties gekomen de afgelopen jaren, waarbij we met name hebben geleerd welke patiënten we nou welke behandeling moeten geven. Dus prognose bepalen en kijken welke behandeling het beste past bij welke patiënt. Welke tumorkenmerken zijn belangrijk voor welke behandeling. En we hebben gekeken naar welke effecten medicijnen hebben op de behandeling. En we hebben ook gekeken naar het
cognitief functioneren, dus hoe goed werken je hersenen. Nou, van Zon en Wee hebben we geld gekregen om een studie bij hersentumoren te doen, omdat we helaas zien dat toevoegen van chemotherapie en immuuntherapie ons niet verder heeft gebracht. De standaardbehandeling met radiotherapie bestaat uit 30 behandelingen met chemotherapie. En een studie uit New York liet zien dat je met 6 behandelingen eigenlijk hetzelfde resultaat kan bereiken. Nou, die studie was bij alle patiënten dezelfde behandeling. En in Nederland zijn we bezig met de GOLD-studie, waarbij we het lot laten bepalen welke patiënt de studiebehandeling krijgt en de standaardbehandeling. En op die manier hopen we uit te vinden welke groep de beste kwaliteit van leven heeft. Helaas zijn bij zo'n onderzoek een heleboel hobbels. En Arthur van der Boog heeft me een lijstje gegeven met 48 hobbels. Luther zou er trots op zijn. En dat zijn allemaal formulieren, instanties, registraties, loggings. Allemaal hoepels waar je door moet springen om een onderzoek te doen. Het lijkt zo simpel, 30 behandelingen versus 6 behandelingen. Maar de praktijk is helaas weerbarstig. Maar we houden moed. De tweede studie die we doen is de RISING-studie. En deze studie loopt bij mensen die eerder zijn bestraald en nu opnieuw worden bestraald omdat de tumor is teruggekeerd. En hier is in Nederland eigenlijk geen standaardbehandeling voor. Dus elk centrum heeft zijn eigen voorkeur. Maar de meeste centra geven 10 behandelingen in deze situatie. En deze studie, de RISING-studie, gaat bij 130 patiënten kijken of 4 behandelingen net zo goed is als 10 behandelingen. Om ook weer die behandeling zo kort mogelijk te maken. En dus de kwaliteit van leven zo goed mogelijk. Nou, verder hebben we in het UMC Utrecht ontzettend veel MRI-scanners. Van alle smaken, dus 1,5, 3 en 7 Tesla. En daar zijn allerlei onderzoekers mee aan het kijken waar we de zorg kunnen verbeteren. En er zijn slimme onderzoekers bezig om al die data over elkaar heen te leggen, zodat we maximaal kunnen leren van elke patiënt. En dat is zowel bij hersentumoren als bij longkanker het geval. En dan kunnen we zelfs kijken naar de stofwisseling van tumoren om te kijken voor welke chemotherapie of immuuntherapie tumoren gevoelig zijn. En longkanker heb je grofweg gezegd in 2 smaken, de niet-kleincellige en de kleincellige. En dan heb je de adenocarcinomen vanuit de blaasjes en de plaveiselcelcarcinomen vanuit de wegen zelf. En helaas komt ongeveer de helft van de patiënten met longkanker in stadium 4 het ziekenhuis in. En dat is een stadium waarin de ziekte helaas niet meer onder controle te krijgen is. Maar wel, waarbij je wel een langere tijd de kwaliteit van leven goed kan houden. En ongeveer 20% van de patiënten komt met stadium 3 ziekte, waarbij de chemotherapie, radiotherapie en immuuntherapie wordt gegeven. En de rest van de patiënten heeft een kleine tumor die of met operatie of met stereotactische radiotherapie goed te behandelen is. Nou, bij longkanker zijn er gelukkig allerlei nieuwe middelen ontdekt die tegen veranderingen in de tumorcellen gericht zijn. En daardoor zijn voor kleine groepjes patiënten steeds betere behandelopties mogelijk. Bijvoorbeeld met een ALK-mutatie of een ROS1-mutatie. Maar dat zijn helaas niet alle patiënten, dus we moeten nog heel veel doorzoeken om nog meer mutaties te vinden. En bij ons op de afdeling staat dus ook de kwaliteit van leven centraal. Want dat is wat de patiënt ook vindt eigenlijk het belangrijkste. En om die kwaliteit van leven goed te houden, willen we ook de MRI-LINAC in gaan zetten bij longkanker. Dat doen we inmiddels bij de centrale longtumoren, dus de tumoren die dicht in de buurt van de slokdarm liggen. Maar niet alleen die MRI-LINAC-behandeling verbetert, maar ook de CT-LINAC-behandeling, dus de standaardbehandeling, verbeteren. Omdat onze knappe koppen dingen bedenken die zowel op de MRI-LINAC als op de CT-LINAC toegepast kunnen worden. Verder zijn we bezig om onze medische beslissingen beter te onderbouwen. En dat doen we met behulp van data die wordt verzameld door het IKNL, dus de Nederlandse Kankerorganisatie. Maar ook ons eigen patiëntencohort. Daar leren we ontzettend veel van, omdat we patiënten elke 3 maanden vragen hoe het met ze gaat na de behandelingen. En ook hier zijn verschillende publicaties gemaakt de afgelopen 2 jaar.
Dus over de operatie. Wat is nou de kans dat je een operatie goed kan doen? Nieuwe MRI-technieken zijn er ontwikkeld. Dus die centrale en ultracentrale tumor effecten hebben we geanalyseerd. We hebben gekeken naar de waarde van de MRI bij longkanker en van bestralingen van het hele hoofd. En uiteindelijk kijken we ook naar de nieuwste computertechnieken, zoals deep learning en wat de plek is van deep learning in de oncologie. Nou, hier zie je een plaatje van een patiënt met longkanker. Binnen de groene lijntjes zie je de tumor zitten en die tumor ligt tegen de luchtpijp aan met een blauw lijntje eromheen en tegen de slokdarm aan met een rood lijntje eromheen. En je ziet dat bij de eerste behandeling aan de linkerkant de tumor veel groter is dan op het plaatje aan de rechterkant. Dus tijdens de bestralingen verandert zo'n tumor al behoorlijk. En dit is ook de meerwaarde van de MRI-gestuurde radiotherapie. Dat je elke dag kan kijken en heel precies kan zien hoe groot een tumor is en waar die zit. Als laatste wil ik jullie bijpraten over de radiotherapie bij hartritmestoornissen. Het hart bestaat uit kamers en boezems. En als het misgaat in je boezem, dan krijg je boezemfibrilleren en dat is relatief onschuldig. Soms moet je even op je hurken gaan zitten en weer gaan staan om het onder controle te krijgen. Of je krijgt er medicijnen voor. Maar als je kamer gaat fibrilleren, dan is dat gevaarlijk. En dat noemen we ventrikeltachycardie. En daar is eigenlijk alleen iets met moeilijke medicatie voor te doen. Of als je een soort pacemaker aan gaat brengen. Een soort startkabels om de boel weer te resetten. Maar ook radiotherapie is inzetbaar, is gebleken. Dus in 1901 heette de vereniging nog Vereniging voor Elektrologie en Röntgenologie. En eigenlijk is die cirkel weer rond. Want in 2012 werd de eerste publicatie gedaan waarbij radiotherapie werd ingezet bij hartritmestoornissen. En dat wordt STAR genoemd, stereotactische arritmie radioablatie. De eerste Europese studie werd in 2014 gepubliceerd vanuit Tsjechië. Maar de meeste aandacht is gegaan naar de publicatie in de New England Journal of Medicine vanuit de Amerikaanse groep uit St. Louis. En ze lieten zien dat het aantal hartritmestoornissen, die VT's, die ventrikeltachycardieën, spectaculair afnam na bestraling van die plek in het hart. En dat biedt een hele grote groep mensen met deze hartritmestoornis, die onbehandelbaar is, nieuwe kansen. Hier zie je dan het effect van die radiotherapie op de hartspier. Dit is een controlebloedvat, wat niet bestraald is. Hier zie je dat er een verlittekening ontstaat als je 25 gray geeft. En hier zie je dat er een hele erge verlittekening optreedt als er 40 gray gegeven wordt. En deze behandeling wordt gegeven bij 25 gray, dus dan ontstaat er een milde fibrose. Maar dat verklaart eigenlijk niet waarom deze hartritmestoornissen verbeteren. En de groep uit St. Louis heeft ontdekt dat het niet de fibrose is, maar dat het de toename van de geleidingssnelheid is. En dat loopt via ingewikkelde pathways, de Notch pathway en de natriumkanalen. En daar hebben ze ingewikkelde studies voor gedaan. Maar uiteindelijk is nu dus ook de werking van deze behandeling bij hartritmestoornissen ontrafeld. Nu is er wel een spraakverwarring tussen cardiologen en bestralingsartsen. En dat is bij deze behandeling eigenlijk het moeilijkste, omdat we vanuit een hele andere manier denken. En het andere moeilijke is dat het maar kleine series zijn, ongeveer 5 patiënten per jaar. En je ziet ook in deze proefbehandeling dat 3 verschillende teams 3 verschillende plekken hebben aangegeven voor de plek die bestraald zou moeten worden. Nou, om dit te verbeteren heb ik een beurs gekregen voor het opzetten van een groot Europees consortium. STOPSTORM heet dat. Dat staat voor Standardized Treatment and Outcome Platform for Stereotactic Therapy of Re-entry Tachycardia by a Multidisciplinary Consortium. En met dit consortium gaan we proberen om standaardisering te krijgen en om richtlijnen te schrijven, zodat alle patiënten in Europa de juiste en de goede behandeling gaan krijgen. Nou, nog heel even de toekomst van de MRI in de behandeling van deze hartritmestoornissen. Hier zie je een plaatje van het toestel wat we normaal gebruiken, de CT-Linac. Je ziet wel dat hier een hartcontour is.
Maar waar nou precies de kamers zitten, dat is eigenlijk niet duidelijk. En met een MRI, en wij kunnen hier 4D-MRI's maken, dus bewegende MRI's, zie je eigenlijk heel goed waar het hart zit. Je ziet het bloed stromen en je weet precies waar je je bestraling wil doen. Nou, de conclusies zijn dus, bij hersenmetastase zien we een langere overleving door de nieuwe behandelingen die er zijn voor patiënten. We verbeteren de logistiek en we maken de kwaliteit van het leven van de patiënten beter. Bij hersentumoren zien we tot nu toe eigenlijk geen verbeteringen door de nieuwe chemotherapieën of immuuntherapieën. En denken we dat we als we de bestralingen verbeteren met betere MRI's vooraf, dat we een betere kwaliteit van leven voor deze patiënten kunnen krijgen. En ook bij longkanker zie je een betere overleving door de nieuwe behandelingen. En we denken dat als we de bestralingen korter kunnen maken en beter kunnen maken, dat dat ook goed is voor de kwaliteit van leven. En als laatste de hartritmestoornissen. Dat is een spectaculaire nieuwe behandeling waar ik nog veel van hoop te leren en veel mensen mee hoop te helpen. Dus inmiddels is de radiotherapie sinds 126 jaar harder, better, faster en stronger geworden. Dank jullie wel. Dokter Verhoef, hartelijk dank voor uw super interessante lezing. Ik heb er in ieder geval heel veel van geleerd. En ik hoop dat we als Speerpunt een aantal van de hobbels, een van de 48, wat was het, bij de 50 hobbels, voor een verdere onderzoek weg zouden kunnen nemen. Ik wens u heel veel succes bij het verdere onderzoek, een hele relevante onderzoek. En ik wil u natuurlijk heel hartelijk feliciteren met uw benoeming. En daar wil ik graag even het glas met u opheffen. Proost.